Goed, de botercreme. Ik heb hier de custardpoeder. Daar beginnen we mee. Belangrijk is altijd een beetje lauw water. Gooi niet in één keer alles erin. Eerst gewoon een beetje bij beetje erbij doen. Dat je een mooi papje als het ware krijgt. Goed roeren is wel belangrijk met de garde. Zou je het nou te snel erbij doen, dan heb je kans dat je allemaal klontjes krijgt. En dat willen we absoluut niet hebben in de gele room. Kijk, je ziet dat je nu een hele mooie stevige gele room hebt. Nou, dan gaat dan bij 250 gram mosterdsuiker. Dus het is belangrijk dat je hem goed doorroert, dat je ziet dat hij mooi stevig wordt. Nou, voor de smaak doe ik er nog een nieuwe stokje bij. Met een mesje haal ik dan even het merg mooi eruit. Die doen we erbij. Zometeen met draaien in de machine mengt hij dat gewoon mooi door. Die halen we even eruit. Even met een spaatje gewoon mooi eventjes gatjes schoonmaken. Dan pakken we de boter erbij. Belangrijk is ook als je boter toevoegt dat die boter altijd een mooi beetje zalvig is. Kijk, je ziet ook een beetje, hij is heel mooi smeuig. Nou, die doen we dan bij de gele room. Mooi, nou, die gaan we laten draaien. Nou, dan belangrijk is dat je je botercreme mooi rustig laat draaien. Niet op volle snelheid. Juist als je hem luchtig en langzaam laat draaien, dan wordt je botercreme ook veel luchtiger. Nou kijk, dit is dus de botercreme. Hij heeft ongeveer 10 minuten gedraaid. Ik zal hem even laten zien. Kijk, zie je dat? Een mooie botercreme, hoe mooi luchtig die is. Dit kunnen jullie thuis ook heel goed maken.